Welkom weer bij een stukje hoogwaardige content. Vandaag is het weer tijd om snoep te gaan testen. De vaste kijkers van dit kanaal weten inmiddels dat ik deze serie maak om een jeugdtrauma van mij te verwerken. Even het kort. Vroeger toen ik klein was, mocht ik nooit snoep van mijn ouders. Nou moet ik dit wel altijd een klein beetje nuanceren, want mijn ouders deden natuurlijk enorm hun best. En daarom kochten ze dan ook voor ons biscuitjes zonder suiker. Een stukje karton is smakelijker. Nou kreeg ik misschien vroeger niet al het snoep wat ik wou van mijn ouders. Maar wat blijkt, ik heb een hele lieve suikeroom in de familie. En moet je kijken waar die mee voor de deur stond. Oh nee, wacht, dit is het foute dansje. Dit overtreft echt al mijn stoutste kinderdromen. Oh, dit ziet er helemaal gezellig uit. Ze hebben er helemaal confetti in gestopt. Ik denk dat we er gewoon meteen in moeten duiken en gewoon met het eerste product meteen moeten beginnen. Oh, ik denk dat ik als eerste voor deze ga. Deze herken ik. Ik heb deze in een vorige video al een keer in het paars geprobeerd. Het is weer een bakje met allemaal zakjes erin. Oh, ze hebben allemaal verschillende kleuren deze keer. Vorige keer had ik alleen blueberry, maar nu heb ik blue raspberry, black cherry, limoen, watermeloon. Watermeloon. Artificial watermelon, dat is echt mijn lievelingsflavor. Ik vind dat echt zo zalig. Oh, dit is zo zuur. Oh, dit is zo zuur. Ik kan hier zo niet tegen. Oh, dat zure, dat roept al het maagzuur in één keer naar boven. Oh, maar wacht. Oh ja, nu is echt die artificial watermelon smaak. Ja, dit is echt mijn lievelings. Ik moet even dat maagzuur laten zakken, maar dan is die heerlijk. Ik heb de tranen van in mijn ogen. Lekker, joh. Oh ja, daar zat ook iets zuurs in. Die valt mee. Lekker. Dat is één tropical experience deze. De watermelon krijgt van mij wel echt een dikke 8. Durven we de volgende aan? Blue raspberry. Oh. Ik wou zeggen, deze lijkt wat minder zuur, maar... Oh nee, daar is het weer. Oh nee. Oké, nu het zure meer is weggetrokken, kan ik beter de smaak proeven. Nee, not my flavor. Nee. Oh, wat is deze vies. Oh. Deze krijgt van mij echt een... Ik denk dat lemon echt vreselijk wordt. Oké, ik moet me echt even mentaal voorbereiden voor deze, denk ik. Even de tranen aan de kant. Daar gaan we. Oh. Oh, nee. Oh. Oh, deze doet gewoon pijn. Oeh. Oh. Oh. Oh, wat erg dit. Ik kan het gewoon niet aan. Ah, nee. Oh, ik trek deze zo slecht. Oké, wacht. We moeten er doorheen. Oh, je wil niet weten hoe ik me voel nu. Oké, wacht even. Ik ben er doorheen, denk ik. Nu is die lekker. Maar ik moet zeggen, als je door die hel heen bent, dan smaakt het gewoon naar van die hoespastilles met citroensmaak. Valt mee. Ergste hebben we al gehad. Ik vond de lemon wel echt veruit het meest zuur van de drie die ik geproefd heb. Ik denk dat ik deze net een puntje hoger geef dan de blue raspberry. Dus ik ga voor een 4. Ik denk dat we even moeten bijkomen met een zalig heerlijk verfrissend drankje. En gelukkig heb ik die ook gekregen van mijn lieve oom. En dat is dan deze. Prime. Oh, het is energy drink. Ik ben nooit zo van de energy drink. Maar dit is tropical punch. En ik ben wel enorm van de tropical. Oh. Het ruikt al heerlijk tropical. Oh, het ziet er niet heel tropical uit. Het is een beetje alsof ik een bruistablet heb opgelost. Cheers. Ja. Oh. Helemaal mijn drankje dit. Ik vind dus normaal energy drank echt goor. Maar dit vind ik echt heel lekker. Ja, lekker. Ja, ik kan er niet anders over zeggen. Ik denk dan ook dat ik dit een zalige 8 geef. Ik denk om een zoet-zoutbalans even een beetje te balanceren, ga ik even voor een lekker chippy. En dan is de volgende... Oh, hot. Wat is dit nou? Hot ones. Wat is dit voor smaak dan? Limited time only? Oh. Dit is volgens mij een samenwerking tussen Pringles en een heel hot sausje, denk ik. Is het raar als ik zeg dat het een klein beetje naar augurken ruikt? Oh, en ze zijn een klein beetje groenig. Lijkt gewoon alsof er een heel klein laagje schimmel overheen zit. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, wacht. Nou. Ja. Oh. Oh ja, alle twee achter elkaar is echt wel heel pittig. Het is niet de lekkerste, pittigste chips die ik ooit heb gegeten. Dus ik denk wat dat betreft dat ik het gewoon een zesje geef. Waar zijn we nu aan toe? Oké. Ja, sorry, ik moet al lachen, want ik zie wat ik nu ga doen. Ik heb dit nooit geprobeerd, maar vandaag is de dag aangebroken. Voor de mensen die deze trend misschien gemist hebben. Het zijn dus eigenlijk een soort van plastic bollen. We hebben de smaken appel, strawberry. Dit is denk ik een pineapple, een sinaasappel en een grape. Hierin zit dus een soort jello. En als je hierop bijt, dan gaat het of je strot in of compleet de tegenovergestelde kant op. Dat is natuurlijk enorm geestig om naar te kijken. En vreselijk om te moeten opruimen. Cheers mensen. Die structuur die erin zit is vies. Kruik. Het zijn allemaal stukjes. Gratidari. Misschien dat een andere smaak lekkerder is. Net zo vies. Oeh. Oh nee. Oh nee. Oh nee. Het druipt hier van mijn ramen. Oh, dit was zo niet de bedoeling. Oh, het zit ook allemaal op het pakketje. Oh, wat vreselijk dit. Ik heb niet eens de smaak geproefd. Oh, het is ook echt nog de vieste uit allemaal. Nou, dit is echt een klap in mijn gezicht. Oh, het zit ook allemaal op mijn been. Oh, ik moet echt even de ramen lappen. Wacht even. Nou, dit product krijgt van mij absoluut een 2. Voor de volgende heb ik weer iets wat ik al een keertje heb getest. Maar dan in een andere flavor. Extreme Juicy Drop Gummy. Yeah. Extreme. En nu heb ik Chewing Gummies and Sour Gel. Juicy Drops. Wat ik me nog kan herinneren van de vorige keer is dat ik de handeling van dit snoepgoed erg leuk vind. Er zit namelijk een pen bij. Ja, kijk. Oh. Oh, deze geur vind ik wel echt lekker. Er zitten dus dan los weer van die snoepjes bij. En dan is het idee dus dat je zo'n snoepie pakt met zo'n putje erin. En dan kan je daar een lekker drolletje op maken. Kijk, komt het hoor. Komt de content. Let op hoor, dit wordt juicy content. Oh, ziet dit er niet juicy uit? Nou, en dan kan je dit leuke taartje wat je dus hebt gemaakt, kan je in je mond duwen. Ik weet gewoon even niet zo goed wat mijn mening hierover is. Nou, ja, ik vind deze smaak best wel oké. Ik vind die snoepjes ook best wel oké. Ja, ik vind het denk ik best wel oké. Geef ik dit denk ik gewoon een dikke 6. Dikke wel hoor. We gaan weer voor iets zuurs. Met 3 flavors wel te verstaan. Super sour. Trio gel. Aangezien de strawberry van net zo tegenviel, ga ik even voor deze strawberry. Oh, kijk. Oh, nou. Hier moet ik even over nadenken. Het is dus een soort jelletje wat je neemt. Dat vind ik vrij raar snoepgoed wel. Zonder dat je daar iets bij hebt, zeg maar. Dat je gewoon puur een jelletje inhaleert. In eerste instantie is het best lekker. En daarna wordt het dus toch wel weer zuur. Wacht, ik neem even een volgende smaak. Oké, dan gaan we... Oh, oh, het druipt er helemaal overheen. Wacht. Oh, wacht, die zuurheid die komt... Die kikt echt later in. Gaan we nog voor appel? Oh, wacht, hier druipt het ook weer over. Oh, dit is een hele vieze smaak. Nee, ik denk toch wel dat ik aardbei het lekkerst vond. Deze funny disc krijgt van mij een 3 voor de moeite. Als laatste heb ik deze bewaard. Vorige keer heb ik natuurlijk die lolly geprobeerd van dit merk. Ik had nog nooit zelf takis gegeten, dus ik ben enorm benieuwd of deze takis me wel bevallen. Oh, ik zie opeens dat het helemaal heel erg pittig is. Oh, hij staat echt in danger vak, zeg maar. Oh, je moet ook een expert zijn voor dit product. Nou, gelukkig ben ik dat. Lekker. Hele lekkere smaak. Ik denk dat de pittigheid later komt, want nu valt het nog wel mee. Ik begin al echt een beetje aan mezelf te twijfelen. Zouden mijn smaakpapillen echt kapot zijn door die vorige chips?
is wel pittig. Maar het is niet zo pittig dat ik er helemaal kippenvel van krijg. Wauw. Ik denk gewoon dat deze chips mij al gekild heeft. Maar vind ik dan deze nu ook niet meer pittig? Wacht even. Even ter vergelijking. Van deze krijg ik het echt warm. Ja, oh. Ja, het is echt een verschil. Deze vallen echt reuze mee. Oh, kapot. Ik kan niet meer, jongens. Echt. Het is vreselijk. We zijn echt aan het einde gekomen van deze video. Ik zal nog even een cijfer geven voor deze. Deze had ik een 6 gegeven. Maar dan vind ik deze eigenlijk bij nader inzien toch lekkerder. Dan geef ik deze toch een 7. En deze krijgt een 6. Ik ben toch wel weer echt enorm content met dit enorm fantastische experiment. Ik ben blij dat ik het allemaal weer heb mogen proeven, ervaren. Ja, deze video's zijn toch altijd echt een ervaring voor het leven. Oeh. Ik ga door alle lagen van mijn emoties heen. Ik hoop dat jullie er ook weer van genoten hebben. En als dat nou zo is, like dan natuurlijk even deze video. Vergeet je niet te abonneren op dit kanaal. En mocht jij nou nog spectaculaire snoepsoorten weten die ik nog niet geprobeerd heb, laat me dat dan natuurlijk even weten hieronder in de comments. Mijn suikeroom Yamin wil ik bij deze enorm bedanken. En jullie zie ik gewoon volgende week weer. Groetjes!